Na een schatting 60 werknemers bij Kion raken hun baan kwijt. De kinderopvangorganisatie voor Nijmegen en omgeving voert namelijk een reorganisatie door. Kion zelf spreekt over een efficiëntieslag en heeft haar medewerkers per brief geïnformeerd. Maandag zouden meer details over de reorganisatie worden bekendgemaakt. Nou ja, de directe reden is dat er bezuinigd is op de kinderopvangtoeslag voor ouders door de Rijksoverheid. En dat werkt ook bij ons door, zoals overal in het land. Dat is eigenlijk in het kort gezegd de aanleiding. Ja, en het zou om een 60-tal banen gaan, dat klopt? Dat klopt, het gaat om 60 banen bij de kinderdagverblijven. En circa 10 banen wellicht bij het servicebureau. Dus in totaal 70, zoals we het nu zien. Ja, in een krantartikel sprak u van een efficiëntieslag. Is dat geen mooie uitdrukking voor ontslagen en bezuinigen? Ja, ik weet niet waar de krant dat woord vandaan heeft gehaald. Het is een logisch gevolg van minder kinderen, minder uren, dus minder medewerkers. En een efficiëntieslag, dat klinkt zo naar een maximalisatie van je rendement. Dat is bepaald niet aan de orde. Het is gewoon noodzakelijk om je exploitatie gewoon op orde te houden. Ja, nou was er een nodige onrust onder medewerkers. Is die al een beetje weggenomen of heerst dat nog steeds? Nou, die onrust herken ik in zoverre dat er ongerustheid is. En die ongerustheid bij medewerkers, bij ouders, die heb ik ook. Want het gaat uiteindelijk om kinderopvang. En we hebben daarin een maatschappelijke taak te vervullen. En die ongerustheid die gaat erover of je dat waar kunt blijven maken in een situatie waarin de bezuinigingen van de Rijksoverheid gewoon door blijven werken. Die ongerustheid ken ik. En er is natuurlijk ook logischerwijs ongerustheid over de eigen werkplek. Ja, dat is een logisch gevolg. Sinds 2011 is bij locaties van Kion al sprake van minder bezetting. De kinderopvangorganisatie biedt een sociaal plan aan ontslagen werknemers, onder wie veel parttimers. Kion heeft in de wijde regio tientallen vestigingen. Niet alleen kinderopvang, maar ook peuterspeelzalen en buitenschoolse opvangen. Nee, peuterspeelzalen, dat is iets anders. Peuterspeelzalen die worden gesubsidieerd door de gemeentes. Daar zijn ook al wel een aantal slagen gemaakt ten gevolge van bezuinigingen door gemeentes. Maar dat is een hele andere vraag. Dat is nu niet aan de orde. En in de buitenschoolse opvang, daar is de krimp minder. En wij zijn nog aan het bekijken of we daar ook in moeten grijpen. Dat zal iets van de komende periode zijn om daar goed naar te kijken. Maar mocht daar ook ingegrepen moeten worden, dan zal het niet in deze opvang zijn. Ja, u zegt minder uren, minder medewerkers. Betekent dat ook dat er locaties gesloten moeten gaan worden? Dat is een logische vraag. Wij zijn niet van plan om ten gevolge hiervan locaties te sluiten. Dus dat is niet aan de orde op dit moment. Wellicht alleen een wat minder intensief gebruik van het pand. Ja, precies. Je gaat dus een dagdeel minder of een groep minder draaien op zo'n pand. Omdat je uiteindelijk wel je groepen goed bezet moet hebben. Maar het is niet de bedoeling om locaties te sluiten. Per wanneer moet deze reorganisatie voltooid zijn? Nou, gepland is dat per 1 augustus te doen. We zitten nu nog in de fase van advisering door de ondernemingsraad. Maar zoals we nu plannen gaat het per 1 augustus gebeuren. Ja. En op welke termijn kunnen de medewerkers zelf volledige duidelijkheid hebben? Nou ja, als het volgens plan verloopt, dan hoop ik voor 1 mei duidelijkheid te kunnen geven.